Ik ga in de komende 12 uur 30.000 calorieën eten. Of nou ja, 10.000, want Jur en Siert zijn er ook natuurlijk. Heb je zin in? Nee, niet echt. Oma, wens je mij succes? Ja. Gewoon nu mis ik, hè. Dan wou je ze vandaag. Ja, mijn oma heeft hier gelijk. Want de normale calorieënintake van een man is 2500 per 24 uur. Wat betekent dat ik en de boys binnen 12 uren 8 keer zoveel eten dan wordt aanbevolen. En om het nog even goed in perspectief voor jullie te leggen. 10.000 calorieën zijn ongeveer 122 broodjes. En 3 Nederlandse YouTubers hebben deze challenge al eerder geprobeerd. En letterlijk niemand is het gelukt. Ik ga gewoon eerlijk zijn, dit was geen succes. Oh. Nou, dames en heren, ik heb hem sowieso niet gehaald. Het is echt... Je verkijkt je erop. Oh, we hebben het niet gered. Nee. We hebben ons best gedaan om heel ver te komen. Maar ik hoop niet dat het omhoog gaat komen. Siert, wat verwacht je wat er met onze lichamen gaat gebeuren? Nou, ik denk dat jullie enorm gaan afvallen. Afvallen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga een ziek dikke bierbuik krijgen hierna natuurlijk. Helemaal uitzet. Ik heb pens hebben straks. Ja, en om dit nou keurig te meten, gaan we ons fysiek en gewicht goed in beeld brengen voor en na de 30.000 calorieën challenge. Het is echt ongemakkelijk. Onlyfans. Oké, ja, gaan we onze eerste snicker eten. Hoeveel calorieën? Een snicker bevat ongeveer 250 calorieën. Ja. Fact check. Lekker. Ik snap niet dat mensen dit entertainend vinden om gewoon naar bikkende mannetjes te kijken. Dus het slaat toch helemaal nergens op deze keer. Ja, om jullie te laten zien dat we deze challenge niet faken met z'n drieën, heb ik het opgenomen tijdens een livestream op YouTube. Van wie denken jullie wie als eerste de 10.000 calorieën in zijn lichaam heeft gepropt? Sommigen zeggen Sier, maar de meeste denken Frank of Jurre. Sier is dik, zegt hij. Oké, de 30.000 calorieën challenge is officieel begonnen. En we gaan echt alles op alles zetten om dit te laten lukken als eerste YouTubers van Nederland. Hij spurt. Het is een squirt. Shit. Naadje, jongens. Ja. Proost. Nou, proost. Puts. Doe het. Dan 130 of 150. Hoe champ jij een banaan, bro? Hoe heet jij banaan? Ik hoor het toch te doen. Deze man. Deze man champ banaan met geel. Check een banaan. Ik heb hem trouwens op. Oeh, hoeveel? 300, hè? 300 erbij. 300 erbij voor Frankie. Jure, ik krijg een stijve door je biceps. Hey, wij allemaal wel. Oké, we zijn nu 2 uur en 15 minuten bezig. En we hebben in totaal 5000 calorieën op. En ik ben nu echt kotsmisselijk. Dit gaat nog een hele lange nacht worden. We zijn op een zesde. Een zesde. Steenpies gaan met z'n drieën voor een stukje peper. Nee, papier. Ah. Nee! Ja! Ja. Het begint echt al direct te branden. Ja hoor. Ja. Oké, ik heb net een yoghurtdrinkje opgetanteld, 560 calorieën erbij. Maar ik voel mijn maag gewoon steeds boller en boller worden. En dus moest ik mijn calorieinname even afwisselen met wat melk. Yo! Niet kotsen. Deze man is echt klettergek. Niet kotsen. Oh, dit valt heel verkeerd. 2200 calorieën binnen 2 uur opgegeten. Dat is eigenlijk gewoon wat je in een dag opeten. Ja. Zeg maar, je maag zit zeg maar op 90% en dan tief je hem even naar 110%. Kijk mijn buik ook. Ik doe niks, hè? Ja, op dit moment was ik ongeveer 3 uur bezig en had ik ongeveer 2500 calorieën op. Wat eigenlijk dus een daginname van een gemiddelde man is. En omdat ik best wel veel troep en suiker eet, daalde mijn suikerspiegel echt als een malle. Waardoor ik enorm moe werd. Frank, ben je moe? Waar lijkt het op? Wat denk je zelf? Die suikerspiegel, jongen. Die keldert even omlaag. Maar ja, ondanks de extreme moeheid moest ik gewoon doorzetten. Want ik zal die 10.000 calorieën halen. Kouwe. Ik kan elk moment gaan kokhalzen, gast. Ja. Oh, ik had dit nooit gedaan. Dit gaat echt over mijn grens, gast. Ja, mensen vinden me wel strijder, maar dit is echt niet te doen. Ah, oh, walgelijk. Dit gaat
ga live biefstuk voor jullie bakken hier ook. Ja, ja, dat hoor je goed. Siert, de biefstuk-expert, gaat even een lekker biefstukje bakken in mijn kamer. Dit heb ik echt nog nooit in mijn hele leven gezien dat iemand dit doet. Zonder afschuiving, dit is zo dom. Toch niet iemand dan. Hoe is hij? Ja, gewoon best wel slecht. Maar ja, goed, dat kun je ook niet anders verwachten van. Als je het zo op deze manier bakt. Ja, dan komt deze biefstuk weg. Een ja, dat dacht ik al, ja. Vraag, joh. Calorieën. Nee, wat is dit? Dit is niet te doen. Maar dit kantel je niet. Dat kan je echt niet opeten. Ik heb dit zwaar onderschat. Ik ga het nooit halen. Die buik van Jurre. Oh. We zitten ondertussen in uur 5 en Jurre is plat. Hoe voel je je? Ik ben gesneuveld. Ik kan letterlijk geen eten meer zien. Die hebben het steeds over McDonald's. Ik kan wel spugen, man. Hoeveel calorieën heb je dan? Ik heb bijna 4000. Ik heb 3400. Ah. Ik heb mensen. Jurre en Siert gaan het waarschijnlijk niet halen. Ik ga niet meer eten. Ik kan niks meer. Kom op, even stoer doen, hè. Ja, de mindset die mijn moeder hier aanhoudt, probeer ik echt keihard door te zetten. Totdat mijn maag letterlijk gewoon gaat knappen. Is het leuk als ik als Siert een taart in mijn gezicht gaat gooien? Vind ik wel. I know. I know! Heerlijk. Hij zit echt de meest trieste figuur op het internet. Ik ga waarschijnlijk geen streamen doen. Dit slaat helemaal. I know! Hi, dames en heren, we gaan even lekker naar de Mac. Je ziet het, we gaan naar de Mac. Deze dikke beunbak. Oh, mag ik wel kipnuggets 20 keer? Dubbele cheeseburger, Big Mac, Flurry Twix en McFlurry Maltese. 4 hamburgers, milkshake aardbeien klein. Ja, nee, patat hebben. Nee, burgers. Hamburgers. Kipnuggets. Oh, ja, zo voel ik me ook, ja. Zo voel ik me ook. Kijk uit, ho. Ja. Ja, en wat is de beste manier om Mackie te eten? Een lekker eetwedstrijdje tussen de boys. Winnaar hoeft geen peper te eten. Sier telt af. 3, 2, 1. Hij eet echt als een hond. Oké, mond leeg heeft gewonnen. Ja, op. Ja, Frank. Ah, ja! Volgens mij net ik, of niet? Tegelijk ja, nog. Nee, wie heeft gewonnen? Frank heeft gewonnen. Gedroogde pepers. Lekker. Hij kilt hem. Oeh. Is het heftig? Oeh, ja. Oh, ja, dit ga ik niet opeten. De afwisseling van de McDonald's viel best wel lekker op mijn maag. Omdat de McDonald's natuurlijk niet super veel suikers bevat. En dus had ik het gevoel dat ik die 10.000 calorieën solo gewoon kan gaan halen. Daar ligt hij, hoor. Behind the scenes. Ik ben dood. Ik ga niet heel veel langer. We gaan bijna opgeven. Ik, tenminste. Jullie gaan nooit die rug halen. Jurre beweert dus dat ik nooit de 10.000 calorieën kan eten binnen 12 uur. En daarmee was mijn doel ook meteen bevestigd. Hem het tegendeel te bewijzen. Ga ik de eerste YouTuber worden die 10.000 calorieën kan eten binnen 12 uur? We gaan het zien. Ik heb even mijn blaas gelezen. Het is echt nekkie vol. Ik moet er echt alles uit pissen en poepen. Wil ik deze challenge überhaupt halen? Ik zie Frank VD live, man, chat. Laten we met z'n allen even pushen. Hij doet de 30k calorie challenge. Laten we met z'n allen even pushen, chat, ja? Met z'n allen. Met iedereen dit keer. Iedereen. Ook al ben je, ook al heet je Henk, ook al heet je Pieter. Laten we met z'n allen het even doen, chat, ja? Gaan we met z'n allen naar Frank VD. Hé, hey, we worden gereed door Jormi Storm. Wat? Door Jormi Storm. Wat zegt hij? Gereed? Ja, we worden gereed door Jordi Storm. Moet ik anders een bieratje gaan doen? Ja, dat... Voor de stream, om iedereen even erin te hoeken. Nu 6400 calorieën, dat is... Nou, 3 keer wat een normale volwassene in een dag eet. Ga ik ook nog een atje doen, dus heel snel koolzuur in mijn maag pompen, terwijl mijn maag vol zit. 3... 2... 1... Oh,
I know. Alles ligt hier, broer. Ah, ja, maar kans alles. Frank voelt zich niet lekker, dus hij, ja. Frank is helemaal gekwit, man. Alright, we zijn nu ongeveer 9 uur lang bezig en hoeveel calorieën hebben we in totaal opgechapt? Wie kan rekenen? 16, 4, 50. Ja, het was ondertussen uur 9 en Jurre kon het echt gewoon niet meer houden. Dus ging hij naar huis. Maar voordat hij naar huis gaat, gaan we nog even lekker zijn gewicht meten. Oké, Jurre heeft het volgehouden tot de 5600 calorieën. En we gaan nu zijn gewicht meten. 1,5 kilo aangekomen. Oma, kijk Jurre zijn buik, hoeveel hij is aangekomen. Dat is echt bizar. Ja, ze hebben ja, en na heel veel gekkigheid zat ik uiteindelijk op uur 10, waar ik in totaal 8000 calorieën in mijn lichaam heb. Mama, kan je wel gaan slapen nu dan? Of? Voel je vrij, ga lekker door. Ja? Ja. Je zeker, hebben er geen last van ons. Ik besef dat mijn ouders gewoon letterlijk respect voor me hebben en voor deze livestream. En dat ze gewoon blijven wachten tot 1 uur 's nachts voor mij. Dan weet je echt dat je goede support hebt van je ouders. Ja. Jullie een beetje zat te worden. Oh ja. Ja. Ik kan er nog wat in. Oh, volg jongen. Nou, het laatste uurtje is aangebroken. Het staat nu ongeveer op 84, 50. Oh, ik kom er geen eens uit mijn woorden. Ja, mijn lichaam begon zich wat minder goed te functioneren. Omdat ik letterlijk 11 uur lang mensen aan het entertainen ben en constant aan het praten ben. Terwijl ik ook nog 8500 calorieën in mijn buik heb zitten. Dit is Frank's blik wanneer hij er echt doorheen ziet. Dit is geen act of zo, dit is echt gewoon echt. Zoals je ziet, 100 gram is 582 calorieën. De reep is 100 gram. Zoals je kan zien. Dus als ik dit ongeveer tot zo eet, heb ik 400 calorieën. En dus de 10.000 calorieën. En ik heb nog... Nog 6 minuten. Ik heb nog 6 minuten om deze reep tot en met hier op te eten. En dan heb ik, nou, volgens mij als eerste YouTuber in een livestream binnen 12 uur 10.000 calorieën gegeten. In Nederland. Daar gaan we dan. Daar je laatste loodjes. Ik moet toch mijn dampo laden, jongen, daar word je echt bang van. Alsjeblieft niet hier. Oh, ik houd in. Maar een scheet is volgens mij wel 10 calorieën kwijt. Ik heb nog 4,5 minuut. Je kunt het, jongen, niet opgeven bij die laatste paar honderd. Eén chipje is 12 calorieën, dus 9 chips. Dat is 108. Laatste. Heb ik gehaald. Mijn mond leeg moet ik nog, anders stelt hij niet. Nog 10 seconden. Nog 3. Op. Let's go. Let's go. 73k. Stream van 12 uur. Ja, Siert is ongeveer 1 kilo aangekomen en ik, degene die de 10.000 calorieën heeft gehaald, 2,1 kilogram.